Ontdooi 2 kilo pompteier in een grote kom. Pompteier merk Luvo koop je bij de Surinaamse tokowinkel. De pomp zijn wortelknollen van een kruidachtige plant. Voor 6 eetlepels Bacardi. De alcohol wordt verhit in de ovenproces. Voeg een blik tomatenpuree. Voeg halve bos Surinaamse selderij naar smaak. Potje pekalelli. Voeg 6 eetlepels suiker. Een dessert lepel zout. Voeg het sap van 2 grote citroenen. Snijd 2 kilo kippenpoot in kleine stukken en was deze goed schoon. Verhit 60 ml olie in de pan en blijf wakker. Anders heb je geen plafond en geen deuren meer. Voeg 8 eentjes knoflook in stukjes. Na 1 minuut 1 ui en een kwart peper in stukken, zonder pitten. Als de ei goudgeel is, voeg 2 kilo kippenpoot in stukken. Strooi wat zwarte peper. Strooi wat knor of Kenia aromat, smaakt wat fijner. Strooi 6 bouillonblokjes in de pan. Een blik tomatenpuree.
deksel op de pan. Strooi wat zoute ketchup. Kwart bosje Surinaamse selderij. Drie dessertlepels Ajinomoto. De kip heeft een half uur geduurd. De oven bak invetten met 4 klontjes bakboter. De oven 5 minuten voor verwarmen op 250 graden. Doe een laagje pompeier in de ovenbak. Daarna een laagje kip. Kleine stukken kip zet je tussen de grote stukken. Strooi wat jus. Daarna afdekken met een laagje pompeier. Strooi de jus op de pompeier. Zet wat klontjes boter over de pompeier. Ovenbak na een half uur omdraaien. Kijk voor de hete damplucht. Bak nog een half uur op 200 graden.
Laat de pom afkoelen op het aanrecht.